President Desiré Boutersen heeft vandaag het startsein gegeven voor de rehabilitatie en asfaltering van de weg naar Rikanau-Moffo in het district Marowijne. Het staatshoofd was vergezeld van een regeringsdelegatie. De president gaf tijdens de ceremonie plechtigheden aan dat de regering niet alleen, maar samen met het volk ontwikkeling kan brengen. Hij prees daarom de inzet van de bewoners op het gebied van landbouw. Het staatshoofd riep tegelijk de jongeren op hun woongebied tot grotere bloei te brengen. Tak om met gebruik van Gade Giuno. En van Gade Giuno onder andere naar grond. En de smad is dat fire, tranga. Echte pramma. En de oude man die mij dus had, dat mij met de nabranche dat ook doe. Maar goed, toen liep wat is dat hij. Want daar ook voor mijn elektrische rapport met de LPV is ook niet de bedoeling. Talk me one memory. We Uru, we Mati, Sambe Setkong, Jaso, Naini, Petro, Naini, Rikanau Moffo, Captain Apteki San Demoro, San Bestimuler Aher, Dorop Kuprani, and de smajazo en de persie dat iemand de suku wachter wroko op de suku afging. Sisi bere de sma na nak de naki. Ef na jinja, ef na sneestaya, ef na pontayak, je karko, alasani fu Rikanau Moffo. De president is ervan overtuigd dat de aanpak van de weg een enorme ontwikkeling voor de omgeving op gang zal brengen. Het staatshoofd is bekend met de kwaliteiten van de verrichte werkzaamheden van de aannemer Tjongalanga en is ervan verzekerd dat hij ook in dit geval een goede job zal doen. Voor Dave van der Lee, de aannemer en directeur van Tjongalanga, was vandaag een belangrijke dag. Hij zegt verder dat het bedrijf geen onbekende is in Mungo. Ons bedrijf Tjongalanga NV is geen onbekende in Mungo. We hebben de afgelopen jaren al een aantal wegen mogen asfalteren, waaronder de Bunsideweg, weg naar Petondro, Concessieweg, Katimanstraat, Koumanstraat, Neemansteeg, Rouweweg en nog vele meer. De meest recente die we hebben uitgevoerd is de kapitein Chris Silosweg. Tjongalanga NV heeft van de regering de opdracht gehad voor het asfalteren van een aantal wegen in het district Marowijne. In het kader van het Nationaal Infrastructuurprogramma, welke gekozen is voor het Design, Construct en Finance principe. Dit houdt in dat de aannemer samen met de opdrachtgever het ontwerp voor deze wegconstructie zal bepalen. Na de ontwerpfase te hebben afgerond zal Tjongalanga starten met de fysieke werkzaamheden. Het project wordt voor een deel ook gefinancierd door Tjongalanga NV. De weg naar Rikanau Moffo heeft een lengte van 9 kilometer. De weg zal vanaf de lijnweg tot het dorp geasfalteerd worden. De grootste uitdaging bij deze wegconstructie zal liggen bij de afwatering van het gebied. Daarom zullen wij binnenkort samen met de opdrachtgever, de DC en haar staf en personen uit het dorp Rikanau Moffo een overleg hebben waar wij zoveel als mogelijk informatie zullen opvragen zodat wij een beter beeld kunnen krijgen van dit gebied. Hierdoor kunnen wij een geschikt en goed ontwerp maken voor deze weg. Als aannemer realiseren wij dat wij de mensen van het gebied moeten betrekken bij de uitvoering van deze weg. En staan daarom ook open voor alle informatie en kennis dat naar ons doorgegeven kan worden. U zag dus Dave van der Lee, directeur van Tjongalanga. Hij geeft verder aan dat zijn bedrijf zoveel als mogelijk mensen van het gebied zal aantrekken voor de uitvoering van de werkzaamheden. Hij sprak vandaag bij het startsein voor de rehabilitatie en asfaltering van de weg naar Rikanau Moffo in het district Marowijne.